Leerlingen worden echt uitgedaagd om op een hoger niveau te komen. En ik zie ook dat, als ik het vergelijk met het onderzoek dat ik gedaan heb, dat deze leerlingen stuk voor stuk op een hoger niveau zijn uitgekomen dan zeg maar in een traditionele setting. Ik begin altijd met proefmondelingen in de klas. Daar vraag ik vrijwilligers voor. Daar trek ik een hele les voor uit. De leerlingen kiezen dan een paar boeken en op basis daarvan stel ik ze vragen. En de hele klas krijgt daardoor een goed beeld van hoe zo'n mondeling verloopt. Het is een beetje een soort nog treurig. Wij kiezen heel bewust voor mondeling examen voor het toetsen en beoordelen van literaire ontwikkeling. En daar hebben we verschillende redenen voor. Een belangrijke is dat dit een toetsvorm is waar de leerling zeker in zijn vervolgcarrière op het HBO en WO mee te maken zal krijgen. Dus goed om daar ervaring mee op te doen in het voortgezet onderwijs. Ten tweede is een gesprek een uitstekende manier om de ontwikkeling van literaire competentie te beoordelen, omdat het gesprek mij de mogelijkheid geeft om te schakelen op basis van wat de leerling zegt. Schakel ik tussen de verschillende niveaus. Ik kan doorvragen op wat de leerling zegt. Als ik het moeilijk vind, dan ga ik weer een stapje terug doen. Want we houden natuurlijk, we hebben wel een gesprek. Daarbij doet het natuurlijk ook recht aan de verschillen. Alle leerlingen hebben andere boeken gekozen, hebben een andere ontwikkeling gemaakt. Dat blijkt uit hun leesautobiografie, dat blijkt uit hun eindbalans. En dat geeft eigenlijk ook aan dat wij het leesdossier als een heel bijzonder belangrijk document beschouwen voor het literatuuronderwijs, want daarin documenteert de leerling de literaire ontwikkeling. Ik krijg dus de eindbalans en ik krijg de inhoudsopgave van jullie en die is dus heel erg belangrijk ook bij mijn voorbereiding van het mondeling, want daarin heb je zelf al een heleboel dingen eigenlijk overdacht. Wat eigenlijk direct al vanaf het allereerste begin opvalt bij deze docent, is dat die leerlingen zich bewust worden, bewust zijn eigenlijk van hun literaire ontwikkeling en de niveaus. In haar didactiek zitten allerlei zeg maar, elementen, trucjes zou je kunnen zeggen, die appelleren aan die niveaus en die de leerling uitdagen. Het begint al bij de leesautobiografie. We hebben daar elders ook een filmpje over die eerste les. En in die eerste les staat centraal van op wat voor niveau zit je eigenlijk. En dan zie je ook al de diversiteit in de klas. Dus er ontstaan gesprekken over, er is uitwisseling, er is interactie. En eigenlijk is dan al meteen de toon gezet. Van er zijn verschillende niveaus en natuurlijk is het de bedoeling dat je na verloop van tijd op een hoger niveau komt. Een goede manier om je voor te bereiden op de boeken die je gelezen hebt. Ik begin met de leesautobiografie en dan stel ik bijvoorbeeld de vraag als van goh, je hebt je voorgenomen om heel veel spannende boeken te lezen of boeken met actie en dan zeg ik van nou ga eens eventjes al je boeken bij langs en vertel eens of het gelukt is of je nou inderdaad spannende boeken gelezen hebt. Omdat het voor mij een beetje in het verlengde ligt van het boek van Nesquio. Zo beginnen we altijd met poëzie. Waarbij ik de leerlingen uitdaag om ook een gedicht uit het hoofd te leren. Dat levert ze ook iets extra's op als ze dat doen. En heel veel leerlingen nemen die uitdaging ook aan. Dat vind ik erg leuk. Kun jij eens vertellen wat jou bij Theo heeft? Kun je nog eventjes dan terug naar wat dan het verband zou kunnen zijn met dat hij zo'n verschrikkelijke daad begaat eigenlijk? Omdat hij zo perfectionistisch is. Kun je dat uitleggen? Hoe zie jij dat verband? Tijdens het hele mondeling is het schakelen waar we het over gehad hebben heel erg belangrijk. Ik zoek de grens op. Tot hoever gaat deze leerling? Want waarom weet je meteen, dat is niet alwetend. Nee, omdat je niet de gedachten van Teerza te weten krijgt. Precies. Maar je krijgt wel alles te weten van Jurgen Hofmeester en ook hoe hij denkt. Maar dan is het niet echt betrouwbaar. En hoe is dat dan bij de Donkerkamer van Damocles?
tweede wat je ziet in haar didactiek is dat ze eigenlijk elk jaar een paar hele simpele didactische ingrepen heeft waarmee ze de leerlingen uitdaagt, prikkelt. Bijvoorbeeld, begin van de vijfde klas moeten de leerlingen een tussenbalans schrijven. Heel slim. Niet aan het eind van de vierde klas, als iedereen is uitgeblust en blij is dat het jaar voorbij is. Nee, aan het begin van het vijfde jaar moeten ze reflecteren over hun ontwikkeling tot dan toe. Daar blijft ze niet bij. Ze vraagt ook om die leerlingen om hun ambitie te expliciteren. Nou ja, dat zorgt ervoor dat die leerlingen ook weer zeg maar, op dat spoor worden gezet van ja, ik kan verder, ik moet door, ik wil door. Ja, sommigen zullen dat natuurlijk wat minder hebben. Hè, maar die toon die wordt gezet meteen in het begin van het jaar. In de zesde klas herhaalt zich dat proces, maar dan op een ander niveau. Dan moeten de leerlingen nadenken over ja, wat de rode draad is in hun leesdossier, in hun leeslijst. En dat daagt de leerlingen eigenlijk uit om op niveau 4 te gaan reflecteren over ja, wat zijn nou eigenlijk de thema's die me interesseren, die me bezighouden. Wat zijn nou de verbanden tussen de boeken die ik gekozen heb. Ik zoek mijn boeken erop uit dat het nou ja, lijkt op wat ik al gelezen heb, dat het daarbij past. Lijst gekozen. Dus daarin was het heel moeilijk voor mezelf om die verbanden te leggen. Had ik ook niet echt gedaan, maar het gesprek kwam wat heel natuurlijk kwam wat eruit en toen zag ik die verbanden dus wel. En als je dan een kleine aanwijzing krijgt, komt er een heel gesprek uit. Dus maar het ligt eraan ook per persoon en hoe dik je boeken zijn. Want een boek, ja, ik heb al een boek van 600 bladzijden. Ja. En misschien kun je wel uit het thema van het boek afleiden van waarom die bepaalde zaken ook niet beschrijft. Nou ja, ja, het thema van het boek is godsdienstwaanzin. Ja, dan wordt er toch ineens iets gevraagd waar je nog niet over hebt nagedacht en waar je ook in principe niks over hebt gezegd in je boekverslag. En wat enigszins problematisch is wanneer je complete voorbereiding alleen maar bestaat uit boekverslagen doorlezen. Dus ja, dan helpt het wel wanneer je wat aanwijzingen krijgt. Dat was, vond ik wel positief, dat je gewoon wel je verhaal over je boeken kwijt kan, want daar gaat het natuurlijk wel om. Oh, dat is een mooie. Welke fase van het leven hebben wij het over, als je het hebt over titaantjes en over de man die werkt? Oh, ja, en het eindigt, en dat vind ik dus ook heel mooi, dat ze zo rond de kerst vraagt van, en het allerlaatste boek, dat is de kroon op je leesdossier. En dan worden de leerlingen uitgedaagd om zeg maar echt een klassieker uit de Nederlandse literatuur te kiezen. Ja, en dat zorgt ervoor dat die leerlingen ja, continu bezig zijn, continu geprikkeld worden om vooruit te gaan, om door te gaan en ook in de gaten krijgen dat ze door kunnen gaan. Je had zelf een idee van waar ik overschakel op een ander soort vragen. Dat het u vroeg naar het verband zeg maar, wat er tussen de boeken zat, hoe de schrijver de lezer op het verkeerde been zet. Precies, klopt. En leerlingen moeten dit weten, omdat het natuurlijk anders voor hen een volkomen verrassing kan zijn dat ze bijvoorbeeld een 7 gehaald hebben, terwijl ze naar hun idee toch bijna alles goed hadden eigenlijk. Op een gegeven moment gingen ze wel meer inzichtvragen stellen in plaats van nou, gewoon een vraag van wat gebeurde er toen in het boek en wat gebeurde er toen in het boek. Maar toen ging echt, nou wat was de gedachte hierachter? Weet je nou eens, nou ja, dit kan ook gewoon indicator zijn van het feit dat ik nu een heel hoog cijfer heb, want anders dan worden er natuurlijk een vraag gesteld. Ik ging dus over op een vraag over echt de verteltechniek, zou je kunnen zeggen. Dus dat een schrijver het perspectief kan benutten om zijn boodschap aan de lezer over te brengen, dat hij dat ook heel bewust doet en dat hij kiest voor dat, daar zouden we dan nog over door kunnen praten. Dus mijn tip ook voor jou, voor het mondeling, om daar nog eens even goed naar te kijken. Er is nog een ander aspect dat ik wil benoemen en dat wordt vaak vergeten. Namelijk dat er in de klas zoveel gebeurt. Als het gaat over de ambitie, uitwisseling in de klas. De docent heeft het over haar ambities. Leerlingen hebben het over hun ambities en er wordt over gepraat. Als het gaat over de rode draad, leerlingen wisselen uit, ondervragen elkaar. Hé, die rode draad heb ik ook. Er ontstaat op die manier heel veel interactie. En doordat die leerlingen ook regelmatig in de klas werken aan het dossier, kan de docent ook allerlei individuele gesprekjes voeren en eigenlijk gewoon tussen de bedrijven door differentiëren, door een paar vragen te stellen, een paar suggesties te doen. Het geeft eigenlijk ook, en dat is misschien nog wel een hele belangrijke, zowel de docent als de leerling heel veel voldoening.
Dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ze, als zij dan die examens af moet gaan nemen, dat ze al zoveel informatie heeft dat ze inderdaad heel makkelijk een soort startpositie kan bepalen, een startcijfer kan bepalen, kan inschatten van nou, niveau 3, misschien kunnen we naar niveau 4 komen. Eigenlijk heb je natuurlijk al een beeld, omdat je intensief met ze gewerkt hebt en je hebt hun leesdossier, dus je hebt altijd wel een startcijfer in je hoofd. Het kan dus zijn dat een leerling het veel beter doet dan je op basis van zijn dossier zou verwachten. Het kan ook zijn dat het toch een beetje tegenvalt. Het kan ook zijn dat ik erachter kom dat ze een boek niet gelezen hebben of meerdere boeken niet gelezen hebben. Ja, en dan is het een onvoldoende, dat is heel duidelijk. Nadat ik het einde niet had verwacht. Nou, het is niet echt een bezwaar, maar het is gewoon echt niet iets. Als een leerling bijvoorbeeld heel goed scoort op niveau 4, nou, dan is dat een 8. Dat is prima gedaan. De bovengrens vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Als een leerling alle vragen heel goed beantwoordt, ja, dan is het een 10. Als ik deze mondelinge examens zie, dan denk ik terug aan de examens die ik ook zelf heb afgenomen en waarvan ik zeker weet dat heel veel mensen het op die manier afnemen. En dat is het examen dat je eigenlijk probeert om de leerling te betrappen. Te kijken of dat je het boek wel gelezen heeft. Het kat- en muisspel tussen leerling en de docent. En de leerling die daar ook strategietjes voor heeft door lang uit te weiden, enzovoort, enzovoort. Dan zeg ik altijd heel vriendelijk. Het is prachtig dat je dit allemaal weet, maar ik ga je nu onderbreken. Want het gaat natuurlijk toch om de beoordeling. In ateneum 4 weet ik nog wel, als ik daar een vraag niet wist, dan ging ik het gewoon zo ombouwen dat ik zelf zeg maar een verhaal ging vertellen wat niet echt betrekking had op die vraag. Zeg maar. En nu wou dat niet. Als ik nu een vraag kreeg en ik ging een beetje eromheen, dan kreeg ik die vraag gewoon nog een keer. Je ziet hier dat het echt een gesprek is. En je ziet hier dat het ook echt een examen is. Een examen waarvan de leerlingen heel goed snappen hoe het in elkaar zit. Leerlingen zullen heel goed snappen waarom ze een 6, een 7, een 8 of een 9 hebben gekregen. En de docent heeft ook het gevoel dat hij heel goed weet hoe sterk die 8 is. Dus dat examen is heel erg transparant. En het doet ook echt recht aan alle verschillen die we aantreffen. Mijn echte mondeling had ik wat... voor mijn gevoel wel een stuk minder gedaan, terwijl mijn cijfer heel erg meeviel, zeg maar. Ja. Dus dat viel me wel heel erg mee. Maar misschien had dat ook wel met de niveaus te maken, dat je toch wel op een bepaald goed niveau zat. En dat je dan ook niet alles hoeft te weten om toch een goed cijfer te halen. Het allermooiste dat ik eigenlijk vind van nou ja, dit examen dat ik niet heb gezien, is dat ik zie hoe goed die niveaus werken. Leerlingen worden echt uitgedaagd om op een hoger niveau te komen. En ik zie ook dat, als ik het vergelijk met het onderzoek dat ik gedaan heb, dat deze leerlingen stuk voor stuk op een hoger niveau zijn uitgekomen dan zeg maar in een traditionele setting.